drie. Ik kondigen, want ze zijn al jaren populair. En ik denk dat ze het ook nog jaren blijven. Roberto Cecchetti en de Scooters. Jullie zijn natuurlijk na de opwinning van Roberto Cecchetti en de Scooters alles wat eraan vooraf ging vergeten, hè? Ja. Nou, wij ook niet, want we hebben een fout gemaakt. Ik moet even een beetje, klein beetje hoor, want ze wisten andere dingen natuurlijk ook niet, maar een klein beetje even verontschuldigingen aan de meesters van daarnet aanbieden, want één vraag die ik fout heb gerekend, de Savanne, dat was toch goed, dus allebei de scholen krijgen er een punt bij. Zo. Vind jij ook leuk zo te zien, hè? Ja, je staat er zo bij te glunderen. Volgens mij, als je allebei een punt erbij krijgt, maakt het verder niet zoveel uit, toch? Nou, kom je toch hoger op de lijst? Ja, dat is zo. Sorry. Ja, domme opmerking. Cecchetti? Ja, weet ik. Nee hoor, valt nog wel mee. Weten jullie alles van hem? Ja, natuurlijk, hè? Ja, ik kijk nu even naar Assen, maar jullie hoeven helemaal niet alles van hem te weten, want ik vraag het eigenlijk aan Philip. Luister goed. Roberto Cecchetti heet echt Erik van der Hof. Dat wisten jullie, hè? Daarom vraag ik dat ook niet. Dat is zo makkelijk. Maar hij is, dat is nieuw sinds een paar maanden, ook op de televisie te zien als presentator. Niet in zijn eentje hoor. Hij is mede-presentator met nog een paar anderen van een televisieprogramma. Wisten jullie dat? Nee. Zie je dat je niet alles van hem weet?
is dat programma waar hij mee in presenteert, de Ver van mijn bed show. Is het het programma Applaus of is het het programma Hints? Applaus. Ik zag allemaal handen zo in de lucht. Doe jij eens twee vingers omhoog? Ja, ja. Nou ja, goed is goed, nietwaar? Ja. Twee puntjes. Nou, niet te vroeg gejuicht, dan moet je het weer helemaal zelf doen. Drie muziekexperts bij Velp en die mogen nu naar Tony Eijk toekomen. Muziekland Postbus.